Bij boekhandel Manschot is vandaag iets unieks aan de hand. Er wordt namelijk een contract getekend tussen Ronda de Lang, een tennister, een 12-jarige tennister, en Edward van Kuilenborg. Een 10-jarig contract, uniek in Nederland. Dat klopt. Ik heb altijd het idee gehad om een talent 10 jaar te volgen. En op een gegeven moment kreeg ik via Eddie Ikas, dat is een van haar trainers en een vriend van mij, te horen dat er een nieuwe Geijnenmeisje loopt die zo ontzettend goed is en getalenteerd. Dat ik daar meer over wilde weten. Hoeveel jaar is het meisje? 12 jaar. Ja, dus tot en met de 22e gaan we er volgen. En dan eens kijken waar ze dan staat. Hopelijk op Wimbledon. Maar zo niet, dan blijft het ook natuurlijk een heel mooi verhaal om te zien wat ze allemaal tegenkomt op de weg naar de top. Waarom ga je een contract tekenen met Edward van Kuilenborg? Daar ben ik benieuwd naar. Hij gaat mij 10 jaar volgen. En ja, ik ga een contract tekenen zodat dat wij niet zomaar stoppen na 5 jaar. En dat hij ook niet zomaar stopt na 5 jaar. 2 jaar verder, Ronda is 14 of 15 jaar. Er komt al, of 16 jaar, er komt een vriendje in het spel. Ze stopt en dan? Dan moest ze gaan mixdubbelen. Ja, maar nee, zo snel zal dat niet gebeuren. Daar geloof ik niks van. En zelfs al gaat het een iets andere kant op, is het ook mooi om dat te beschrijven. Van wat gebeurt er dan? Gaat ze dan een andere sport? Gaat ze even uit tennis of komt ze weer terug? Maar zij is zo gedreven en zo goed. Die gaat echt niet over 2 jaar stoppen met tennis. Hij gaat mij volgen en ja, ik moet... Met trainingen en met wedstrijden, overal is hij bij? Dat niet, maar als ik een wedstrijd heb gespeeld, moet ik hem wel mailen. En zeggen wat er allemaal is gebeurd. En ook niet alleen dingen met tennis, maar ook... Gewoon op school wat er gebeurt en dingen wel die positief zijn en negatief zijn. Dan is het de 10 jaar voorbij, laten we 10 jaar verder kijken. En dan moet je het boek echt gaan schrijven. Hoe lang duurt dat dan nog? Ja, nee, ik ga het tussendoor al schrijven. En de uiteindelijke versie maak je dan over 9 jaar. Als je dan ook echt een uitgever gaat vinden die zegt van oké, zo gaan we het doen, zo dik mag het worden, zo mooi papier, foto's erbij of niet. Dus dan bepaal je pas hoe het precies gaat worden. Maar in die tussentijd wil ik ieder jaar een deel afschrijven. En dat dus keer 10. En dan uiteindelijk dat tot een mooi geheel smeden.